Een product geïnspireerd door zijn eigen kinderen en daarna verder ontwikkeld om creatieve energie te stimuleren. Ik ga langs bij Jean-Pierre Raas, die met Footy spelen voor jong en oud makkelijker maakt. Waar is Footy op geïnspireerd? Footy is geïnspireerd op eigenlijk het reizen met mijn eigen kinderen. Waarbij we altijd, als we op reis gingen, vergaten we een bal. Dus hij past of hij past niet in de koffer. Of we waren hem gewoon vergeten. Wat is Footy precies? Footy is een tweedimensionaal puzzelstuk waarmee je driedimensionaal kan bouwen. Onder andere dus alle mogelijke balsoorten waar je daadwerkelijk ook mee kan voetballen. Waar komt de passie voor het spelen, voor het spel vandaan? Ik denk dat dat met name komt vanuit mijn jeugd en je DNA en hoe je bent. Ik ben met alles wat ik heb gedaan altijd op een spelende manier kijk naar oplossingen. Ik ben super nieuwsgierig. Hoe kan het spel creativiteit en energie stimuleren? Door te spelen gaat uiteindelijk sowieso gebeurt er iets in je hersenen, waardoor je op een andere manier naar dingen kijkt. Er komt een andere energie uit. En de energie is met name energie van ontdekken, nieuwe dingen willen doen. En vervolgens vanuit dat ontdekken en het dingen doen, kom je tot nieuwe oplossingen. Ik ben heel nieuwsgierig eigenlijk hoe het werkt. Dus zou je mij misschien een kleine demonstratie kunnen geven? Ja, hartstikke leuk. Mij uitdagen. Ja, let's do it. Goed. Dus dit is het doosje. En hier zitten er hoeveel in? 10 stukjes. Laten we het gewoon even openmaken. Kijk. Goed, en daar kunnen we een bal van maken. We gaan een rugbybal maken. En eigenlijk is het een uniek kliksysteem waardoor het bij elkaar blijft. Buiten over binnen. Andersom. Andersom. Ja, en nog 2 klikjes away. Ja. Oké, laten we kijken of die doet dan. Hop, ja. En wat is nou het gekste wat iemand er mee heeft gemaakt? Waarvan je dacht, oh, dat had ik... Het gekste is denk ik wel een jurk die ervan gemaakt is. Dus met een jurk gemoleerd... Een hele lange jurk die gemaakt is vanuit Footy's. Als we hier nou zo staan, hè, waar ben je nou eigenlijk het meeste trots op? Het meeste trots dat het gewoon over de hele wereld verkrijgbaar is. En dat kinderen over de hele wereld en ook volwassenen over de hele wereld ermee aan het spelen zijn. En wat is nou nog het ultieme wat je hiermee wil bereiken? Dat we het steeds duurzamer willen maken. We willen eigenlijk kijken of we ook recycled plastics kunnen gaan gebruiken. Wat zou Footy voor het bedrijfsleven kunnen betekenen? Het feit dat spelen gewoon heel belangrijk is. En de workshops die ik geef gaan uiteindelijk over het feit van hoe je spelen kan gebruiken om naar andere oplossingen toe te werken en naar innoverender te worden. Ik vind het eigenlijk geweldig, maar je kunt het ook gewoon doen. En daar is dit eigenlijk een voorbeeld ja, van. Ja, dit is een voorbeeld, letterlijk voorbeeld. Ja. Ja. Spelen wordt misschien niet altijd ervaren als serieus, maar is wel degelijk belangrijk en interessant voor jong en oud. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering. Wil je niks missen? Vergeet je dan niet te abonneren op het kanaal van Renault Life.